Ja, ja, hier is Vissie weer en welkom bij de Road to Golden Swordfish. Beter bekend als Goldfish natuurlijk. De Swordfish. 47 headshotjes. We gaan verder en lekker potje zoeken. Kijken of ik misschien de nieuwe variant van de map krijg. Dat zou leuk zijn. We gaan het gewoon zien. Nou, we gaan dus spelen Nuketown. Er zitten namelijk twee nieuwe varianten van maps in. Er zit namelijk, de map Seaside in, maar dan Sunset. En de nachtvariant van Firing Range. Dus op zich had het leuk geweest als ik die had gekregen. Maar ja, je bent natuurlijk een beetje afhankelijk van wat je gaat krijgen. Even kijken. We gaan spelen met The Prophet. Ze zeggen namelijk, Chris, je moet met de Seeker spelen. En dat gaan we dus ook proberen. Ah, ik heb er wel zin in. Kijken of het een beetje gaat op deze map. Dit is natuurlijk een hele kleine map. En dat wordt hectisch. Dat wordt hectisch, jongens. Dit gaat echt hectische shit worden. Maar ja, let's go. Oké, een beetje headglitsen. Oh, what the fuck? Kut! Oh, ik had 5 kills meteen. Lekker hoor, Visionator. Lekker hoor, Visionator. Damn it. Deploying seeker mine. Even kijken wat er gebeurt met de seeker mine. Maar ja. Mag ik wel even eerlijk zeggen dat deze gasten niet zo heel erg goed uit de dag komen. Oh, Jezus. 9-2. Altijd lekker. Ik probeer echt op die hoofdjes te mikken. Dat is natuurlijk een beetje wel lastig. Nou. Kut! Snijfaal! Aan de andere kant. Chaotische map. Oké. Mazzel. Even wat healen. Er zit nog eentje boven. Moeilijk om zo een beetje lekker te lullen. Als je zo'n drukke, achterlijke map speelt natuurlijk. Wel weer een headshotje erbij. Daarboven zit er één. Dat is jammer. Oh! Nou, ik denk, ik haal het wel eventjes. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Zo, die ene gast is redelijk goed. Safe nog wat. Safe met zijn sniper. Ah, die kan wel aardig een potje snipen. Ik kan wel een aardig potje snijpen. Oké. Ja, ik moest even reloaden. Motherfuckers. Even kijken, Tempest. Nou. Dat is al. Niet zo slim als je daar voor langs gaat. Oh! Niet zo slim als ze achter je spawnen! Ik doe te lang erover om te killen. Dat is zo irritant. Zeggen ook sommige mensen zeggen, ja, je moet ook hardcore gaan spelen. Ja, dat kan.
Maar ik heb het idee dat ik altijd wel iets meer kan, ja, zeg maar, kan... What the fuck? Is hij nog niet dood? Ja, hij is al dood. Dat kan corrigeren. Ja, mooi. Goh, ze zeggen dat het ook wat gepatcht is, hè? Dat de swordfish een beetje gepatcht is, dat je iets makkelijker een headshotje kan geven. Dus dat is wel op zich wel redelijk fijn. Damn it! Moet gast kunnen killen. 22-13. Taggy pakken. Daar zitten ze. Oeh, is dat achter mij eentje? Enemy purifier firing. Enemy daar down. Is er één. Sniper! Ik denk op zo'n map als dit heb je niks aan een seeker mine. Veel te lang over. Zo kut. Om iemand te killen. Sharpshooter active. Kijk hier. Oh. 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 26 om 15. Even kijken welke map het nog wil. Want we hebben er 8 minuutjes over gespeeld. Nuketown, hè? Meestal krijg je hem 2 keer. Kunnen we hem dan nog een keertje doen? Ja, dit soort final kills kan ik bijna niet hebben. Dan moet je echt mazzel hebben. Aangezien je natuurlijk met een wapen speelt die burst is. Is dus echt. Oh, misschien krijgen we wel een nieuwe map. Dat zou ook leuk zijn, natuurlijk. Die er eventjes tijdelijk in zit, dus. Niet trouwens in custom mode. De Sunset. Nee, Seaside Dawn. En. Of Sunrise heet hij eigenlijk. En de night version van, hoe heet ik weer, Firing Range. Die zit er niet in. Even kijken. Nou, we hebben wel heel wat headshotjes. We hadden er 47. En nu heb ik er... Ja, ze gaan hoe dan ook nu dan kiezen, zie je. Dat wist ik al. En nu heb ik er 53. Dus ik heb er 7 bij. Vind ik niet zo slecht eigenlijk in zo'n potje. Dat is wel mooi. Ik stel voor om maar met de Nomad te gaan spelen. Wel zo handig met zo'n hondje, die hond loopt voor je. Op deze map vind ik Seeker niet zo heel erg handig. Het is te hectisch, zeg maar. Maar ja, dan gaan we gewoon maar naar de Nomad. Kill confirmed. Nou. He's gone. Altijd lekker om in ieder geval met een headshot te beginnen. Oh, daar lag je op de grond. Ja, dat verwacht ik echt niet gewoon. Wat een figuur heb je ook, hè? Duurt te lang. Wauw, door dezelfde gast ben ik spawn dood. Hey, 500 tactical rifles. Dat is toch wat, hè? Spawn flip. Nou, het gaat niet goed. Eentje is bijna dood, Armin. Ja. Even de kill gewoon pakken. Oh oh. Ik wist dat je daar zat, ouwe. Trap ik niet in.
Nou zit ik boven. Dan moet ik maar even boven blijven. En even reloaden. Zo. Atom Boy is ook een snipertje. Negende precies. Geef mij die assist maar. Het telt allemaal mee. Oh, oh, oh. Nou. Nou, die gaat wel dood, toch? Nee, hij is nog niet dood. Ofwel, hij is wel dood. Hij is wel dood. Ik heb die kill gekregen. Precies op het moment dat ik hem verswitch. Kreeg ik hem. Kut, ik moet reloaden. Kut. Nee, trappen we niet in. En even healen. Voor mij zit er eentje in onze spawn. Ik dacht dat ook. Dat te zien. Ik ging echt voor die headshot, hè. Even healen. Even een UAV. Ah! Achter me! Ik haal ik eindelijk even een UAV'tje. Is altijd handig. Word ik gesnijd van achter. Jezus. Kijk, dokkie. Come on, dok. Wat doet mijn hondje boven? My god. Oh. Oh. Dort! Daar ga ik uiteindelijk door dood. Oh ja. Hoe kan het nou? Ik loop daar net en er spawnt er eentje achter me. Dan spawn ik weer achter die gast. Zo. Ik ging echt voor die headshot. Oké. Okay. Level 11. Kut, zo fek. Jezus. Oh. Wat een gasten. Nee, kom op! Ha, motherfuckers! Oké, doggy. Weer een headshot. Dat gaat wel goed, jongens. Even concentreren. Come on. Even reloaden.
Aha! Come on! Kut, weer die kut sniper. 40 om 18! 40 om 18, hè? Ik stond 1 om 5, 2 om 5 of zo. Ja, dat heb ik goed gedaan. Kan ik vertellen. Onze sniperboy die... Het is echt overpowered, de snipers. En ik moet ook nog eigenlijk goud halen en diamond halen natuurlijk voor Dark Matter. Maar ja. Dat is ook wel een hele klus wordt dat. Dan moet je ook bloddurkjes halen met snipers. Nou, hier komt sniper vis aan hoor. Maar ja. Oké. Nou, dat is heel mooi. Dit ziet er allemaal erg goed uit. Ik had er 53 headshots. En nu heb ik er... 62. Ik heb er gewoon 9 bij in dit potje alleen al. En dus 15 in deze aflevering. Kijk. Zo gaan wij tenminste de goede kant op. Jongens. Drop even een like op deze video. Dankjewel. Later.